Dan heb je jou gevraagd om als verrassing een gedicht voor Rickert te schrijven. Ja. Is gelukt? Onder de druk? Ja. Ja, ik was een van de eerste dichters die voor dit programma gedichten schreef. Toen zaten we in dezelfde pool. Jij kent het. En nu hebben we te maken met de laatste der Mohikanen. Ja. Dit heet Laat de laatste de eerste zijn. De laatste der Mohikanen, Uncas, zoon van opperhoofd Chingachgook, was in het gelijknamige boek de jongste nog levende Mohikaan. Tot hij stierf en zijn vader de twijfelachtige eer toeviel de laatste te zijn. Maar de Mohikanen leven. Ze spannen rechtszaken aan om hun land terug te winnen, bouwen vakantieoorden en casino's waarmee ze hun kinderen naar school laten gaan. Laten wij ons als dichters verenigen en een commerciële omroep beginnen. Met spelletjesprogramma's waarin we kijkers met een brede glimlach hun complete vermogen laten vergokken. Met advertenties bekostigen we het werk van noodlijdende collega's die nergens meer aan de bak komen. Richten we schrijversscholen op waar debutanten rustig kunnen zoeken naar iets wezenlijks. Vrij van algoritmes, kijk- en luistergrafieken komen zij tot de kern van het bestaan. Laten ze los wat ze dachten te hebben en wat ze dachten te zijn. Beginnen ze aan een nieuwe reis met nieuwe vragen. Bijvoorbeeld over het behoud van zandweggetjes. En hoeveel kauwgomballen er nodig zijn aan een boom, wil het jaar een goed kauwgomballenjaar zijn.